Goedemorgen en welkom op de meest magische plaats op aarde, Disneyland Resort Parijs. En we zijn geopend. Goedemorgen en welkom op de meest magische plaats op aarde, Disneyland Resort Parijs. En kijk eens wie daar staan en wie ons al vandaag een goedemorgen heten. Het wordt zeker een hele leuke dag. Zoals je ziet kun je ook nog steeds characters ontmoeten. Niks houdt je tegen om samen met de characters op de foto te gaan. Dit gaat door middel van een selfie spot. Zoals je achter mij ziet kunnen mensen gewoon poseren en wordt er een mooie foto gemaakt. Super magisch! Nou, we zijn momenteel in het park en de sfeer is gewoon echt heel erg goed. Er zijn veel Disney camera ploegen. Maar zoals je ziet is het ook echt mogelijk om attracties te doen. Op dit moment is bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean een van de bekendste en meest populaire attracties. Gewoon maar 5 minuten wachten. Ideaal! Zo, dit is alweer bijna het einde van deze video. Ik heb jullie vandaag meegenomen op het park en ik hoop dat het jullie klanten en jullie heeft geholpen om Disneyland ook na deze coronaperiode gewoon te kunnen verkopen aan je klanten en te adviseren. Maar ook vooral je klanten te kunnen geruststellen dat het echt gewoon een heel leuk uitje is voor de hele familie. Er wordt alles aan gedaan om je klanten veilig en vertrouwd gevoel te geven. Zowel in de attracties, maar ook bijvoorbeeld in de wachtrij, bij de restaurants. Het is allemaal gewoon supergoed geregeld. Sanitaire voorzieningen zijn top. De wachtrijen zijn echt minimaal. Ik heb vandaag echt maar bijna 15 minuten maximaal gewacht. En ook in de hotels proberen ze alles aan te doen om je op je gemak te stellen. Ik zal er morgen natuurlijk wat meer over vertellen. Maar voor nu hoop ik dat je hebt genoten van een hele mooie openingsdag in Disneyland Parijs. Ik ga lekker eten nu. Tot morgen! Goedemorgen, tweede dag in Disneyland Parijs. En ik slaap zoals jullie weten in het geopende hotel Newport Bay Club. Dit is het eerste geopende hotel. Hierna volgen natuurlijk Cheyenne en Santa Fe. En in het najaar zal de rest snel volgen. Als jullie klanten inchecken in het hotel, zul je direct zien ook op mijn foto's, is dat gewoon heel goed geregeld. Er zijn verschillende balies, er zijn goede spatschermen. Het is gewoon logisch, snel en efficiënt. Jouw klanten krijgen bij aankomst een gids voor het hotel met alle plattegronden, openingstijden en dergelijke. En daarnaast gaan ze, en dat is nieuw, ontvangen deze. Dat is een praktische gids. Daarin staat waarom dat de kamer schoongemaakt wordt, extra veiligheidsmaatregelen, dat ze moeten reserveren voor de restaurants en dat soort wetenswaardigheden. En daarnaast krijgen ze natuurlijk dit, en dat is natuurlijk helemaal leuk, een gidsje met daarop welke tijden gelden voor de extra magische tijden, welke attracties. En dat is natuurlijk in beide parken, iedere ochtend van 8:30 tot 9:30 verschillende attracties. Waar je klanten extra gebruik van kunnen maken zonder dat de daggasten er zijn. Super handig. Kijken jullie mee naar een compilatie van wat foto's die ik heb gemaakt in de service restaurants en bij de incheck en in het hotel. Ik heb nog wel een tip. Als jouw klanten toch graag een ontbijt inclusief hebben, boek ze dan meteen een kamer op de Kompaskleur. Deze speciale kompasclub heeft extra luxe kamers, een fastpass per persoon per dag en een super ontbijt in een aparte lounge waar ook een high tea geserveerd wordt. Zoals je achter mij ziet worden de klanten netjes ontvangen en hebben de medewerkers alle tijd voor ze. Echt een super, super ervaring. Op dit moment als je in een Disneyland restaurantje ontbijt gaat eten is er geen buffet meer. Maar achter zien jullie mij hoe het wel werkt. Chefkoks hebben gewoon allerlei schalen, allerlei mogelijkheden. En aan tafel ontvang je een briefje waarmee je je keuze kan maken voor een heerlijk ontbijt.